Een beetje afhankelijk hoe je hem uitspreekt en waar je de klemtoon legt. Maar dat is voor mij mijn... En ik hoor net met jou praatje dat ik denk, ik ben al een jaar of 15, dat zou je niet zien aan mijn leeftijd, maar al een jaar of 15 met pensioen. En wat wij hier feitelijk doen is eigenlijk wat jij op school probeert. Wij proberen dat te verlengen, een leven lang. Dat je kunt ontdekken wat je wil en kunt vormgeven aan die droom, wat dat dan ook is. We hebben hier mensen lopen die een half jaar geleden dakloos waren. We hebben mensen die bij de banken gewerkt hebben, die hier komen om hun cv te verbeteren, om hun LinkedIn profiel te verbeteren en terug naar de bank. Na 2 weken worden ze meestal ziek hier. Dan denken ze, wat is dit voor een ongeregelde bende? Ze worden allemaal ziek, standaard, is er nog geen één. En we hebben nu zo'n 40 mensen hier binnen gehad, allemaal ziek geworden. Omdat ze in die ruimte, dat kan niet. Waarom kan je niet zeggen wat ik moet doen? Ik zeg, geen idee, het is jouw toekomst. En natuurlijk willen we erbij helpen. En dan zie je dat, als ik neem Paul, die dakloos was, CETA, die bij de bank werkte, die zijn nu een eventbureau aan het starten. En ze kunnen zich niet voorstellen dat ze teruggaan naar de baan waarvoor ze hier dachten te komen. Dus dat sluit mooi aan, denk ik, bij jullie verhalen. Dat als je dat probeert te doen, dan gaan er mooie dingen ontstaan. En ik heb, toen ik kijk niet vaak naar tegenlicht, ik volg het wel op Twitter, vind ik eigenlijk leuker dan gewoon te kijken. Want dan krijg je heel veel informatie over wat mensen ervan vinden. En het is ook leuk om met mensen daar het gesprek over aan te gaan. En ik had nu, toen ik dit keek, en ik heb natuurlijk wel af en toe wat verluid, en ik vind het altijd wel mooie verhalen. Soms zijn ze wel wat dun, als je daarop doorprikt. Maar ik had hier, als we volgens mij die man René Kesselaar of zo. Denk, ja, op zich kan je er niet op tegen zijn wat daar gebeurt, zo'n bedrijf. Maar ik denk, ja, ik mag toch hopen dat als de stuk erdoor klaar is, dat hij de behanger belt en dat dat gewoon gaat gebeuren. Ja? En ik had op Twitter mensen van Lean en Mean, van ja, dat is het. Terwijl ik denk, ja, natuurlijk moet je dat doen. En natuurlijk heeft hij morgen. Maar het feit dat hij al voorsprong heeft op de rest van zijn collega's, ja, dan denk ik, alsjeblieft. Ja, organiseer dat, doe dat vooral. Maar, en hij krijgt meer omzet. Maar waar zit nou de innovatie? Waar zit nou. Hè? En dan krijgen we vervolgens de baak. Ik bedoel, ga bomen knuffelen, ga jezelf uitvinden. Ga coach worden. Dus ik had zoiets van, alsjeblieft. Weet je. Ik ben 10 jaar lang interim manager geweest. Voordat ik met pensioen ging. En mijn eerste vraag was op een gegeven moment altijd van, welke leiding wil je ontvangen? Nou, dat duurde soms 2 weken voordat ik antwoord kreeg, want daar had niemand over nagedacht. En dan zei ik, nou, dan zie ik je voorlopig niet. Dat vond men ook raar. Ik kreeg op mijn kop van mededirectieleden dat maar niet kon. En dat vond ik ook weer in dat tegenlicht. Natuurlijk moet je, al die managers waren op zoek naar zichzelf. Maar dat leiderschap en dat coachen, is dat opeens aan die managementlaag toebedeeld? Of geldt dat voor al die medewerkers die elkaar kunnen coachen en je klanten kunnen je ook coachen? Dus ja, ik zat erg met dit verhaal van, ja, weet je, dit zijn de stappen. Dit is misschien voor sommigen die eerste stap die ze dan moeten zetten en kunnen zetten. Maar, nou, en dat is dan mijn verhaal, mijn vraag. Ik mag toch hopen dat we verder zijn dan dit. Maar nogmaals, jij zit ook in een omgeving. Jullie werken misschien in een omgeving. Ik heb een omgeving gecreëerd. Ik ben hier vorig jaar maar eentje gaan zitten. Er lopen hier nu door de wijk heen 30 mensen. Dat ik misschien met die maatschappij de aansluiting ben verloren. En daarmee haal ik nog een keer een vraag. Ik hoop dat wij verder zijn dan dit. Dankjewel. Ja.